Het ministerie van AWJ herinnert werkgevers eraan dat het nieuwe algemeen minimumuurloon vanaf 1 april 2024 49 SRD en 12 cent bedraagt, zoals vastgesteld in een besluit van het ministerie. Werkgevers worden verplicht om minstens dit minimumuurloon te betalen, waarbij de arbeidsinspectie streng zal toezien op naleving. Werknemers die minder dan het minimumloon ontvangen worden aangemoedigd dit onmiddellijk te melden bij de arbeidsinspectie. Overtredingen worden als ernstig beschouwd en zullen worden bestraft. Het Verkeersveiligheidsinstituut VVI, de Rotary Club Paramaribo en het ministerie van Onderwijs organiseerden op 19 april een trainingssessie verkeerseducatie in het Lalaroek gebouw. De sessie, bijgewoond door 85 leerkrachten van verschillende geloofscholen, behandelde verkeersdata, basiszaken van verkeer en het gebruik van het boekje Oppo UI als educatiemateriaal. De sessie markeert de eerste stap naar permanent in het curriculum van de geloofscholen. Het bestuur van de Anton de Kom Universiteit van Suriname onder leiding van Shanti Venetiaan bezocht gisteren de stichting Student Housing Campus Village, SSHCV, voor een oriëntatie op de faciliteiten van het campus. Ze bespraken ook samenwerkingsmogelijkheden, waaronder het organiseren van evenementen in de Mensa-zaal van de SSHCV. Het doel is een vruchtbare samenwerking tot stand te brengen.